Ik wilde niet van je houden, maar ik ontweek de verwijten, het berouw. Geen verdriet, ik schaam me niet dat ik van jou ben gaan houden. Ik wilde niet van je houden, in mijn beroep is dat absoluut Nathan. Dat leidt tot een verbod, toch het begon van... Ja, falsetto's. We hebben elkaar even gemist toen jullie die tour deden in de Lamar. Ik was er wel, maar jij was net even ergens anders, dan praten we niet met elkaar. Nee, dat is dan weer jammer, hè? Dan mag je wel niet... Ja. Maar falsetto's, voor jou, waar gaat het verhaal? Wie speel jij in het stuk? Trina, ik ben de vrouw. Ex-vrouw, van Marvin, van William. En dus de nieuwe vriendin weer van Ad Knippels, van Mendel. En de moeder van Jason, dus. En Trina zit nogal in een lastige situatie. In die zin dat ze het voor iedereen heel erg goed wil doen. Natuurlijk ontzettend bezorgd is. Een vrij onzeker typeje ook. En wil vooral iedereen heel erg goed doen en zorgen dat er zoon gelukkig is. En dan heb je nog die ex-man die weer met die nieuwe vriend. En dat zit allemaal in één huis. En dan nog die buurvrouwen. Het is nogal een verwarrend bestaan. Ja, verwarrend bestaan. Ja. Had je er al eerder van gehoord? Ik had er wel van gehoord, ja. Van Tettels kende ik... Nee, niet gezien. Een paar nummers kende ik er een beetje uit. Ja. Maar ik ben er echt gewoon helemaal ingedoken nu. Ja, en het is waanzinnig. Ik moet zeggen, soms krijg je wel eens een nieuwe... Hè, dit is natuurlijk geen nieuwe, maar in Nederland nieuwe musical. En dan krijg je een script en zo voor je neus. En denk je, oeh, daar gaan we even aan werken. Ja. En bij deze denk je zo, nou, dat ik dat mag... Hè, het klopt. Van alle kanten klopt het. De muziek klopt. Koen van Dijk heeft echt een waanzinnige vertaling gemaakt. Wat volgens mij... ontzettend moeilijk was, omdat er alles is ritme en rijm. Om het überhaupt wel te lezen, is het al ingewikkeld laat staan dat je het nog een keer moest hertalen. Dus ik vind het, het is gewoon een heel erg ingenieus in elkaar gedraaide puzzel. En daar hou ik heel erg van. Het is Sondheim-achtig, weet je wel. Het is, dus dat is wel mijn stil. Van je houden. Ik had mijn pa, hij had iedereen. Houd van mijn pa, houd van zijn vader. Wat ik niet heb, dat streef ik na. De familieband, hier hoort u mij. Sta ons bij, sta ons bij, sta ons bij, sta ons bij. Ik wilde niet van je houden. Zoiets is blijkbaar gebeurd voor je het ziet. Blijf mijn lief, inclusief. Ik kan niet. Toen je het las, dacht jij meteen van hier ga ik me vastbijten, hier wil ik aan beginnen. Ja, je voelt gewoon dat klopt. Ja. Dat is gewoon, dat klopt. Dat verhaal klopt, de muziek klopt. Hier en daar wat gedateerd, wellicht in arrangementen. Maar Marco Braam gaat er met een nieuwe kijk, gaat hij er naar kijken, gaat het bewerken. Dus dat wordt ook weer... zeg maar, opgepimpt. En dit clubje kan dat wel. En het is natuurlijk enorm animo om te maken. Hè? Ja. En dat is wel heel bijzonder aan Falsettos. Kijk, wat wij doen is natuurlijk super en ook nieuw. Maar het is geen nieuw stuk in die zin. Hè? Dus, nee. En Falsettos is echt een hele nieuwe musical die nu voor het eerst in Nederland te zien is. Het is niet een herhaling. Het is niet een kleinere versie van iets groots. Nee, het is echt helemaal nieuw. Precies zoals het moet zijn. Met ook nog een kindje erbij, wat ze ook nog hebben kunnen casten. Dus het is, best wel knap. Ja, absoluut. Ja, en dus dat vind ik echt heel bijzonder. Daar ben ik gewoon heel blij om, dat het toch gemaakt wordt. Ja. En zo sta je stil en zo ga je weer beginnen. Ja, maar ik heel hard rennen opeens ook weer. Die maand oktober is echt zo dat je denkt, oh, hoe heet het ook alweer? Mijn kinderen ook meteen in paniek. Maar ben je dan echt weg? Ja. Dus die moeten er niet meer wennen, al die lange tijd en nu weer gewoon. Precies, precies. En dan moet ik ook echt met hun maken het aan een kalendertje. En dan tellen we samen ook de weken weer af. Want ze zijn natuurlijk ook, en ik ook hoor. Ik ben zo gewend en lekker veel bij mijn kinderen zijn. En ja, dit is zo zalig. En dan... het werken is thans ook zalig. Dus het is die combinatie van beide. Moeten we altijd even weer samen aan wennen als gezin. Ja. Even weer schakelen voor de zoveelste keer. De tweede keer precies. Dit jaar. Ben je dan net aan gewend, dan is het weer anders. Ja. Snap ik. Personoder.
pittig in die zin van dat wij allebei zelfstandigen zijn, mijn man ook. En de stress en de grote zorgen, vooral ook bij hem. Zijn bedrijf heeft het gelukkig gered en het gaat nu hartstikke goed, maar het was wel een aantal weken dat we echt rampscenario's, weet je, mensen ontslaan en de hele. Ja. Dus dat wil je echt niet. En dat zorgt voor heel veel slapeloze nachten. Ja, en die stress is gewoon niet goed. En ik merkte dat ik vrij flexibel kon zijn, want ik een heel positief persoon ben. Ik wist dat wel een beetje, maar ik heb toch gemerkt dat ik dacht van dat kan ik wel. Ik kan enorm positief blijven en toch daarin ook realistisch zijn. Maar gewoon van is het dit niet, dan komt er iets anders. Kom je samen uit, dit is wat telt. En ik heb er veel van geleerd, maar het was alles behalve makkelijk op die manier. Gewoon door de stress, ook vooral van manlief. Het is geen vakantie wat veel mensen soms dachten, maar... Ik denk als je zelfstandige bent, heb je dat gevoel herken je niet. Ja. Ik denk dat er een groot verschil is tussen hoe mensen dat ervaren hebben die in loondienst zijn, of die inderdaad toch een uitkering hebben of hetzelfde wat die hebben. Ja. Die ken ik ook en die hebben weer op een hele andere manier geleerd. Maar als je zelfstandige bent en je moet wat voor je inkomsten en alles valt weg, dan piep je toch wel even anders. Absoluut. En het duurt nu ook lang, hè? Het is natuurlijk... Ja, het is 6 maanden geduurd. Ik bedoel, we hebben voor onze site dan wekelijks een interview gedaan met mensen uit het vak. Ja. En dan hoor je dus heel vaak het verhaal wat jij nu vertelt. Ja. Zelfstandige, op een gegeven moment houdt je reserve, houdt op en dan? Ja, inderdaad, je spaargeld is op. Ja. En gelukkig zijn wij nu aan het maken. Maar goed, ik hoef je ook niet te vertellen dat alles natuurlijk voor veel minder gaat. Hè? Dus natuurlijk, iedereen levert in op alle mogelijke manieren. En dat is ook prima, daar kom je ook weer samen uit. Maar het is dat je niet weet hoe lang het duurt en dat je niet weet... waar het ook naartoe gaat. Ook. Ja. Dat is het. Maar we maken en dat is het belangrijkste. Ja. Ja. Ik ben benieuwd. Ja. En anders ga ik koffie zetten. Kan ik ook heel goed. Ja, dat is waar. Ja. En mijn man in het bedrijf. Ja. Okay. Hey, dankjewel. Goed hoor, dank je. Maar toen zag ik mijn gezicht in jouw gezicht. Oog in oog, geen betoog. Jij houdt van mij en haat me. Toen ik je zag op onze huwelijksdag, het was een complot. Ik ging kapot, we werden man en vrouw. Er kwam verdriet van, je ziet dan, ik wilde niet, ik wilde niet. Ik gilde, wilde niet van je houden. Ik wilde niet van je houden. Je weet dat ik dat nooit wou.